Vraagtekens bij voedselbank Woudenberg. En Guus meldt elke misstand in Stichtse Vecht. Goedenavond, u kijkt naar Uw Nieuws. Stichting Burgerinitiatief Woudenberg heeft gerommeld met de cijfers op de jaarrekening. Blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht. Onze verslaggever Jordi de Jong staat op de redactie en die deed onderzoek naar de voedsel- en kledingbank. Ja, Jordi, vertel eens even, wat is er aan de hand? Ja, Mirjam, daarvoor moeten we even terug naar de nacht van 27 op 28 december... toen het pand van de voedselbank helemaal afbrandde. Er was meteen veel steun, want binnen 12 uur werd er een nieuw tijdelijk pand gevonden... en mensen uit het hele land kwamen om spullen en geld te doneren. Maar tegelijkertijd ontstond er ook ophef op sociale media. Mensen die zeiden dat er meer transparantie moest zijn. En ook wij kregen de nodige tips binnen via WhatsApp en Facebook. Ja, Jordi, waar ging die ophef dan allemaal over? Ja, voornamelijk over de transparantie. Donateurs wilden weten wat doen ze eigenlijk met ons geld en met onze spullen. Tot 2 weken geleden was er geen jaarrekening over 2018. Dat is ruim 7 maanden te laat. En toen die wel online kwam, toen bleek dat er een aantal opvallende dingen in stonden. Ik ben alle donateurs gaan afbillen en daar blijkt in ieder geval uit dat in ieder geval 3 donateurs een hoger bedrag zijn opgevoerd dan daadwerkelijk zij gedoneerd hebben. Heb je daar ook een concreet voorbeeld van? Ja, in ieder geval 2 bakkers die zijn opgevoerd, die hebben een bedrag van 2000 tot 4000 euro hoger op de jaarrekening staan dan dat zij daadwerkelijk aan de stichting hebben gegeven. En een andere donateur staat er voor zelfs 7000 euro hoger op. Nou, dat is natuurlijk opvallend, maar de voorzitter die zegt dat er eigenlijk niks geks aan de hand is. Er zijn namelijk een paar bedragen op de jaarrekening die niet kloppen. Dat zeg jij. Ja. Alles wat erin staat, klopt. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Etienne was in 2018 een half jaar bestuurslid van de stichting, maar kreeg nooit inzicht in de cijfers van de kleding- en voedselbank. De grootste reden dat ik ben gestopt, het was niet helder. Een onderneming zoals zo'n stichting hoort gewoon kraakhelder te zijn. Wat er inkomt, wat er uitgaat, wat er overblijft, wat er uitgedeeld wordt, alles. Maar dat was het niet. In de jaarrekening wordt beschreven dat de waarde van gedoneerde producten wordt berekend aan de hand van een zogenoemde verkrijgingsprijs. Maar volgens de Vereniging van Voedselbanken Nederland kan dat eigenlijk niet. Ze hebben helemaal geen verkrijgingsprijs. Ze betalen niet voor, ze krijgen het. Dus de verkrijgingsprijs is nul. Dus het zou hier ook nul moeten zijn? Ja, en dus zou je ze niet opnemen. Maar dat gebeurt wel. Volgens de voorzitter van de stichting is alles in goed overleg met de eigen boekhouder gegaan en is er een duidelijke verklaring voor de cijfers. Nou, heel simpel, om ook te laten zien wat er aan spullen uitgaat en wat er aan bedragen uitgaan. Dat is waarom we het doen. En dat is net wat ik zeg, dat is met de boekhouder afgesproken zo. Maar dat kan je ook buiten de verliezenwinstrekening en de balans omdoen. Ook wij maken een schatting van de waarde van de spullen die we inhalen en verstrekken. En ook andere deskundigen vinden de cijfers opmerkelijk. Goederen zijn incourant, anders hadden de winkels ze zelf al verkocht. En de waarde van de goederen is ook niet heel hoog. Ze zijn inmiddels afgeboekt, niet goed genoeg voor de winkels. Dus ja, hoe kom je dan bij zo'n hoge waardering in de jaarrekening? Dat is een heel groot vraagteken. Ja, veel onduidelijkheid dus over die voedselbank in Woudenberg. Jordi, wat betekent dat voor de stichting? Ja, voor de stichting betekent het in ieder geval dat de 1 na grootste donateur gestopt is met alle donaties. En deskundigen zeggen dat de stichting nu eigenlijk snel voor duidelijkheid moet zorgen. Uiteindelijk denk ik dat het goed is als het bestuur gewoon openheid van zaken gaat geven over hoe hun berekeningssystematiek is. En het gesprek aangaat met de donateurs. Anders vrees ik voor het voortbestaan van deze stichting. Ja, dat klinkt niet best. Jordi, hoe reageert de stichting daar zelf op? Ja, de stichting zegt nog steeds dat alle cijfers kloppen, dat houden ze vol. Maar de voorzitter heeft wel tegen mij gezegd dat hij gaat kijken waar de zogenaamde hiaten zitten in het jaarverslag. Jordi, dank je wel. En op onze website leest u vanavond meer over ons onderzoek naar de stichting. U kunt het zich wellicht nog herinneren, het hoogwater van 1995. Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. Onder andere in Wijk bij Duurstede. 7 waterschappen en Rijkswaterstaat komen daarom met een campagne. En daarmee blikken ze terug op toen, maar ook vooruit op de toekomst. Want het klimaat verandert. Zijn onze dijken wel klaar voor de toekomst?
Ja, wat je nu hier ziet voor je, de haven aan de overkant, de Uiterwaarden, het kerkje van Rijswijk. Allemaal water. Eén en al water hier. Lodewijk Bergsma weet het nog goed. Hij woont hier net achter de dijk in Wijk bij Duurstede, waar het water in 1995 gevaarlijk dichtbij kwam. Het stond zo hoog. In 1995 7,69 meter. En de sluizen daar stond het tegenaan. De watersnood komt niet dichter bij Utrecht dan Wijk bij Duurstede. Ook blijft de overlast daar binnen de perken. De evacuees uit het land van Maas en Waal worden gedeeltelijk in de jaarbeurs opgevangen. De overkant werd geëvacueerd. Dus er was zeker sprake van mogelijkheid van doorbraak. Na het hoge water in 1995 sloegen waterschappen en Rijkswaterstaat de handen ineen om in de toekomst droge voeten te houden. Er kwam ruimte voor de rivier en dijken werden verlegd en versterkt. En het werk is nooit af, want het water blijft een bedreiging. Het klimaat is aan het veranderen en het water wat hier voorbij komt, komt uit de Alpen. De Rijn is eigenlijk aan het veranderen van een smeltwaterrivier in een regenwaterrivier. Dus we moeten nog steeds rekening houden met hoogwater hier. Dat onze dijken van levensbelang zijn en om vooral jongeren daarvan te doordringen, is Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een campagne begonnen. Ho ho hoogwater heet die. We proberen met name ook voor de jongere generatie op vrijdag 31 januari iedereen op te roepen op de dijk die voor hem of haar droge voeten zorgt, om daar een selfie op te nemen. Nou, laten wij dan alvast het goede voorbeeld nemen. Even lachen. Ja, de bedoeling is dan om die selfie, die waarschijnlijk net zo leuk is als van onze verslaggever, te delen via social media. Een 17-jarige jongen uit Soest hangt een taakstraf en een verblijf in de jeugdgevangenis boven het hoofd voor de overval op drogisterij Trekpleister in Amersfoort afgelopen zomer. Verder wil de officier van justitie dat hij een speciale leerstraf gaat volgen om hem op het rechte pad te... Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de verhuizing van het korps mariniers. Nou, dat ziet u helemaal niet. U ziet ze, Maxima. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de verhuizing van het korps mariniers naar een nog te bouwen kazerne in het Zeeuwse Vlissingen. Staatssecretaris Visser zei vandaag naar de ministerraad dat ze eind maart duidelijkheid wil geven over de kwestie. Gisteren zeiden ingewijden dat de verhuizing van Doorn naar Zeeland van de baan was, onder meer omdat de mariniers het niet zien zitten. De staatssecretaris wil volgende week in gesprek met de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland. Een 63-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het beledigen van koningin Maxima. De man uitte ernstige beledigingen aan het adres van de koningin. Dat gebeurde in oktober vorig jaar, toen iemand anders werd gearresteerd. Volgens de officier van justitie vallen de woorden van de man niet onder vrijheid van meningsuiting, omdat ze niet bijdragen aan het publieke debat. Atlete Daphne Schippers slaat het indoorseizoen over. De 27-jarige Utrechtse zegt op haar eigen Instagram dat ze nog niet de topvorm heeft die ze wil hebben. En dat is de conclusie op de laatste dag van haar trainingskamp in Zuid-Afrika. Haar eerste wedstrijd zou begin volgende maand zijn, de 60 meter in Düsseldorf. Wat kan er beter aan het busstation bij de Lekbrug in Vianen? Dat willen de gemeente Vijfheerenlanden en de provincie Utrecht graag weten en doen onderzoek onder de reizigers. Het busstation ligt aan beide kanten van de A2. Reizigers moeten soms nog een eind lopen voordat ze aan de andere kant van de snelweg de bus kunnen pakken. Gebruikers van het station kunnen meedenken over verbeteringen. En medewerkers van de provincie die verzamelen de tips. De bushokjes hier, dat het wel winderig kan zijn. Dat ze het niet altijd even fijn vinden dat ze van de ene kant van het busstation naar de andere kant moeten lopen. Dat ze het onlogisch vinden waar ze de fiets moeten neerzetten. Nou, dat soort reacties hebben we nu zo gekregen. En gebruikers kunnen ook online verbeterpunten doorgeven aan de provincie Utrecht. Een losliggende stoeptegel, illegaal gedumpt afval of een vernield verkeersbord. Niks ontgaat. Guus Barnstein uit Breukelen. En hij meldt het allemaal bij de gemeente en het recreatieschap. RTV Utrecht liep een dagje met hem mee om te zien wat hij allemaal tegenkomt. Niet te geloven.
We zijn pas een paar minuten op pad in het buitengebied van Stichtse Vecht of we vallen meteen met onze neus in de boter. Daar denk ik wel een halve garage die ze hier hebben neergelegd. En even verderop is het nog een keer raak. Niet te geloven. Dat spul op de A, dat zou wel eens een keer voor een deel van diefstal afkomstig kunnen zijn. De 77-jarige Guus Barnstein legt alles wat hij ziet en niet in de haak is vast. En anders doet zijn dashcam dat wel. Al die opnamen, alle ritten vanaf dat ik hem heb gekocht, worden bewaard. Barnstein doet melding van de misstanden die hij ziet. En hij beperkt zich niet alleen tot meldingen over illegaal gedumpt afval. Ja, ook weer iets. Ook voor ontbrekende verkeersborden, vandalisme en gevaarlijke wegen vraagt hij aandacht. Zoals u ziet is de weg wat smaller geworden vanwege alle kapotte gereden gaten aan de zijkant. Barnsteins meldingen komen onder andere terecht bij het recreatieschap. Daar zijn ze blij dat hij zijn ogen en oren open houdt. Al was het aanvankelijk wel even wennen. Het was even zoeken van hoe gaan we met deze meneer Barnstein om. Wat? En je krijgt mailtjes binnen, je weet niet precies het doel van deze meneer. Het werd bijna om op zijn gezeur. Inmiddels staat de 77-jarige Breukelenaar op goede voet met het recreatieschap. En werken ze prettig samen. Wat stroever is de relatie met de gemeente Stichtse Vecht. In de afgelopen 3 jaar maakte Barnstein daar ruim 500 keer een melding over de openbare ruimte. Maar hij heeft het gevoel alsof ze hem niet altijd serieus nemen. Als je op een gegeven ogenblik te veel dingen ziet die blijkbaar de gemeente niet ziet of niet wil zien, dan word je in één keer een lastbos. En dan wil ze liever geen contact meer met je. De gemeente zegt dat ze de oplettendheid van meneer Barnstein juist wel waarderen en dat er altijd een terugkoppeling komt op zijn meldingen. Er is zelfs een ambtenaar aangewezen met wie hij direct kan communiceren. Maar is het niet een idee om meneer Barnstein gewoon in dienst te nemen? Nou, dat is niet zo'n goed idee, vindt hij. Dan gaat het echt rammelen in Maarsen. Wat? Daar kan geen ambtenaar bij benen. En dan krijgt u nog het weer. Het is vannacht bewolkt en het koelt af naar een graad of 1. Morgen is het ook bewolkt, maar de zon laat zich soms ook zien en het wordt 6 graden. En zondag wordt het dan iets warmer, 8 graden, maar de kans op regen is wel wat groter. En tot zover uw nieuws. Kijk voor meer nieuws op de app of op onze website. En ik wens u een mooi weekend.